Dit is Shamkor uit Boedapest. En in Chicago hebben ze weer andere klachten. Nou ja, kijk, klagen, dat doen we dus eigenlijk allemaal. Dat gaat ook door alle lagen van de bevolking heen en door alle culturen eigenlijk. Dus als je dat dus samenbrengt, iedereen is wel zijn eigen klachten in het koor kwijt. Dan ja, op een gegeven moment krijg je dus één stem eigenlijk die al die klachten zingt. Dat zijn dan weer de klachten uit Malmö in Zweden. In Rotterdam komen er twee koren, één op Zuid en één in Noord. Er zijn twee verschillende componisten, dirigenten die eraan meewerken. Maar het lied wordt echt met de deelnemers gemaakt. Dus jij komt met je klacht, die lever je in. En dan wordt er in een aantal zeg maar oefensessies, dus een aantal repetities, wordt het lied geschreven en gemaakt. Samen met de dirigent, componist. Maar je bent daar zelf een onderdeel van als je eraan meedoet. In Singapore mocht het koor niet in het openbaar optreden. In Rotterdam komt er geen censuur. Dat is waarschijnlijk niet nodig. Ik denk ook dat het zichzelf ook wel reguleert. Dat kun je ook wel zien aan die koren, dat er ook nergens echt discriminerend of racistisch of seksistisch, dat zit er eigenlijk niet tussen. En dat heeft denk ik te maken met het feit dat je zelf toch minder bereid bent, kijk tegen je buren een beetje lopen zeuren is één ding, maar om het een volle borst te gaan zingen is natuurlijk een heel ander verhaal. Iedereen mag meedoen, je hoeft helemaal niet te kunnen zingen. Als je jong of oud, als je mee wilt doen. Arm of rijk, centrum of zuid. Iedereen mag meedoen. Iedereen mag meedoen.